Goedemiddag allemaal. Ik ga u proberen mee te nemen in de wereld van placide tempels. Zelfs 75 jaar, want zoveel jaar is het geleden, na het verschijnen van zijn even beroemde als ook omstreden boek Bantu-filosofie, Bantu-filosofie, blijft de Vlaamse Franciscaan placide tempels de geesten wereldwijd bezighouden. En wel vooral die geesten die zich in een tijd van postcolonial studies richten op de emancipatie van eurocentrische denkvormen die zich maar al te graag achter hun universele waarheidsclaim verbergen. Het debat over de identiteit van een Afrikaanse filosofie, een debat dat door placide tempels werd geïnitieerd en dat tot vandaag de dag doorgaat, kan in vele opzichten als pars pro toto beschouwd worden voor de radicale intellectuele kritiek die vanuit verschillende hoeken afgevuurd wordt op de Europese moderniteit met haar koloniale praktijken. Transporteert die universele claim op de rationaliteit waarop de Europese filosofie en de sociaal-politieke instituties die daarin hun fundament vinden, zich zo beroemd en die sindsdien wereldwijd geëxporteerd werd, uiteindelijk niet vooral waarheden en praktijken waarbij vooral de machtsbegerige Europese burger belang heeft. Van visies op democratie, universele mensenrechten, over economische systemen, tot de dominante wetenschapsopvattingen en zelfs religie. Ze hebben in de tijd van globale modernisering de wereld veroverd, maar lijken nu ook wel hun grenzen bereikt te hebben. Is de koloniale expansie, waarvan de tragische gevolgen steeds duidelijker aan het licht gebracht worden, de legitieme erfgenaam van dit Europese universaliseringsproject, de donkere schaduw die haar begeleidt, waarheen zij zich ook beweegt? Vraagteken. Het is opmerkelijk dat het uitgerekend de naam Placide Tempels is die dit soort vragen oproept en haar ik hopelijk kan laten zien, het is ook tragisch. Want hoewel de grote intellectuele biografie van Placide Tempels nog helemaal geschreven moet worden, lijkt alles erop te wijzen dat deze Franciscaanse missionaris zich in zijn handelen en zijn intellectuele werk vooral liet leiden door zijn ervaringen met het repressieve koloniale systeem, de coalitie van het Belgische bewind en de Union Minière, voor wie de mensen in Congo primair goedkope arbeidskrachten waren. Tempels omstreden boek Bantu-filosofie moet zeker in die context gezien worden. Maar werd in de loop van het debat over Afrikaanse filosofie steeds meer gezien als een misschien ongewild verlengstuk van het koloniale systeem. Het was niemand minder dan de bekende Ivoriaanse filosoof Pauline Hountonji, die al op het einde van de jaren 1970 de naam van tempels verbond met de impliciet koloniale, eurocentrische denkwijze die volgens hem de discussies over de Afrikaanse filosofie kenmerkte. Hountonji's boek Sur la philosophie africaine, al snel in vele talen vertaald, heeft de discussies over de status en de eigenheid van de Afrikaanse filosofie in de decennia die daarop zouden volgen, op beslissende wijze beïnvloed. In dit boek wilde Hountonji breken met alle denkmodellen waarmee sinds tempels Bantu-filosofie gekeken werd naar filosofie in de Afrikaanse cultuur. Hountonji kwalificeerde deze denkmodellen onder de noemer etnofilosofie, waarmee hij meteen ook een uiterst kritische negatieve evaluatie verbond. Hountonji erkent wel dat het boek van tempels op het eerste gezicht een naar Europese maatstaven uiterst genereuze houding
naar de Afrikaanse cultuur laat uitschijnen, maar, zo zegt hij uitdrukkelijk, schijn bedriegt. De filosofische blik waaraan tempels de cultuur van de Bantu onderwerpt, is voor hem niets anders dan een projectie van een concreet Europees denkmodel. Het boek, zo zegt hij, is uiteindelijk geschreven ten behoeve van kolonisatoren en missionarissen om beter greep te krijgen op de Afrikaan. Het is een projectie van Europees denken waarin geen Afrikaan zich zal herkennen. Tempels struikelt aldus Huntongi met open ogen in de valkuil van het als universalisme verklede eurocentrisme waarmee de Europese machten eeuwenlang de wereld hebben proberen te beheersen. De kritiek van Huntongi zou de toon zetten. Er is bijna geen belangrijke studie sindsdien die het vraagstuk van de Afrikaanse filosofie behandelt, die Huntongi's kritiek op tempels niet als uitgangspunt voor het debat herneemt of zelfs radicaliseert, zoals in het werk van de bekende Ghanese-Britse filosoof Appiah of de Zuid-Afrikaanse scholar Bernard Matolino, die in een recentere studie tempels beschuldigt van culturalisme en daaruit volgt ook racialisme met een racistische grondtenuur. De lijst met critici is lang, al lijkt er, zoals Frans al heeft aangekondigd, in de laatste jaren een zekere kentering of tenminste nuancering in het debat gekomen te zijn. Hoe dan ook, wijst de luide kritiek op de Bantu-filosofie, met streepje, op de grote invloed die het werk al kort na het verschijnen ervan, in het Nederlands, maar ook in het Frans en Engels, kreeg op de bewegingen die uiteindelijk ook het koloniale systeem ten grave hebben gedragen. Niet in het minst, en ook Frans heeft die naam al genoemd, moet de naam genoemd worden van Léopold Senghor, de grondlegger van de Negritude-beweging en later president van Senegal. En zoals we sinds een publicatie vorig jaar weten, een bewonderaar van Teresa van Avila ook. Senghor, die in 1949 de tweede Franstalige uitgave van het boek van Tempels verzorgde. Ook andere belangrijke Afrikaanse filosofen die vooral in de jaren 1960-1970 actief waren, zoals de Keniaanse filosoof John Mbiti, zagen in Tempels juist een bevrijding uit de koloniale repressie en een erkenning van de eigen Afrikaanse cultuur. Voor Huntongi en zijn postmoderne volgelingen zijn mensen als Senghor en Mbiti echter juist zelf exponenten van het Europese academische systeem. Ze mogen in Europese context wel een belangrijke rol gespeeld hebben in het decoloniseringsproces. Ze dragen met hun abstracties weinig bij aan het ontwikkelen van een Afrikaans discours. Of beter gezegd aan de veelheid van Afrikaanse discoursen. Een veelheid die sowieso bij iemand als Tempels tekort komt, volgens Huntongi. De kritiek op Tempels die Huntongi en zijn volgelingen ontwikkelen, is met andere woorden kritiek die op haar beurt gezien moet worden in een Afrikaanse context. Zij is gericht op de intellectuelen in Afrika die in het werk van Tempels het daadwerkelijke begin van de Afrikaanse filosofie zien. De Bantu-filosofie is in de ogen van Huntongi niet meer dan halfslachtige etnologie met ongefundeerde filosofische pretenties. Om universeel te zijn is er heel wat meer nodig, aldus de Ivoriaanse filosoof. Universaliteit is in het beste geval een stip aan de horizon, misschien een regulatief idee, maar nog lang een onbereikbaar ideaal, waarbij Huntongi interessant genoeg verwijst naar het werk van een Amerikaanse, niet-Afrikaanse filosoof, de postmoderne pragmatist Richard Rorty. Is met dit oordeel het laatste woord gezegd over dit boek dat 75 jaar geleden verscheen? Hoe dan ook laat deze korte verwijzing naar de receptiegeschiedenis van Tempels levenswerk zien dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in een langdurig en fundamenteel debat
dat met de discussies over het koloniale verleden nieuwe adem gekregen lijkt te hebben. Maar is Tempels filosofie meer dan het object van een kritische blik op de intellectuele geschiedenis van het kolonialisme? Is het meer dan een interessant fenomeen? Dat moet zelfs Huntongi en anderen toegeven. In bepaalde kringen zelfs een historische verdienste gehad heeft. En vooral de vraag doet het debat over de identiteit van de Afrikaanse filosofie wel recht aan wat Tempels in zijn Bantu-filosofie, maar ook in andere geschriften, en in de wijze waarop hij in Katanga opgetreden is, voor ogen stond. Die vragen kunnen we vandaag allemaal niet opgelost krijgen. Maar ik denk dat het de moeite waard is om leven en werk van Placide Tempels op een onbevooroordeelde wijze te beschouwen. Ik zei het al, er is een zekere tragiek verbonden aan het optreden van deze tenminste opmerkelijke missionaris uit Berlaar, die 30 jaar in Belgisch Congo werkte en er grote invloed verwierf. Iets tragisch, want ook in eigen kerkelijke kring ondervond Tempels grote weerstand. Kort na het verschijnen van zijn Bantu-filosofie werd Tempels onder druk van de Heilige Stoel en vooral haar vertegenwoordiger in Belgisch Congo, Monseigneur Giovanni Delle Piani, terug naar België overgeplaatst om na het vertrek van deze Italiaanse geestelijke en diplomaat in 1950 terug te keren naar zijn geliefde Congo. Uiteindelijk zou hij in 1962 definitief weer naar België komen, officieel om gezondheidsredenen. Maar wellicht was er op dat moment ook grote onrust ontstaan in bepaalde kerkelijke kringen over zijn optreden binnen de door hem geïnitieerde Jama-beweging. Of Placide Tempels dus wel een zo typisch exponent was van het koloniaal-missionaire systeem, kan dus betwijfeld worden. Al moet men daarbij ook de vraag stellen of die tragiek niet intrinsiek bij het optreden van de missionaris behoort. Maar goed, laten we nog eens eerst teruggaan. Wie was die Placide Tempels eigenlijk, die een zo belangrijke rol is gaan spelen in internationale intellectuele debatten? Weinig in zijn vroege biografie liet vermoeden dat uitgerekend deze toch nederige Franciscaan een grote naam zou verwerven in de geschiedenis van de filosofie, althans in een bijzonder hoofdstuk daarvan. Hij werd geboren als Frans Tempels in Berlaar in 1906 en verhuisde al snel met zijn familie mee naar Hasselt. In 1924 trad hij in bij de Franciscanen in Tielt en nam er de kloosternaam Placidus aan. Zijn studiefilosofie beperkte zich tot de traditionele seminariefilosofie, in die tijd grotendeels neotomistisch gekleurd, in de Franciscaanse studiehuizen in Rekem en Sint-Truiden. Al mag men verwachten dat een Franciscaanse filosofieopleiding ook een gezonde kritische distantie, een voluntaristische distantie ten opzichte van al te rationalistisch abstract thomisme vertoond zal hebben. Juist daarom zou een intellectuele biografie van Placide Tempels nodig zijn. In Turnhout voltooide hij dan in 1932 zijn theologieopleiding. Na een jaar als leraar Duits aan het Heilig Hart College te Heusden hebben gewerkt, vertrok hij dan in 1933 naar Belgisch Congo om er zijn roeping als missionaris te volgen. De eerste jaren verbleef hij in Luabo, Katanga. Ik weet niet of ik het allemaal juist uitspreek, maar dat moeten anderen mij maar corrigeren, waar hij les gaf aan een klein seminari. Nadat hij in Lukonzolva aan de oever van het Moero-meer een school voor catechisten had opgericht en door de dorpen in het binnenland reisde, werd Tempels in 1938 overgeplaatst naar de missiepost van Kamina in West-Katanga, waar hij verbleef tot in 1946. Het is in die tijd dat de ideeën begonnen te rijpen voor de Bantu-filosofie. Belangrijk aspect was zeker dat pater Tempels een groot talent voor talen aan de dag legde. Hij sprak en schreef meerdere Bantu-talen, Kiluba, Kibemba, Kiswahili,
En op zijn reizen doorheen de verschillende dorpen werd hij gefascineerd door de voorouderverhalen en begon ze als een antropoloog ook op te schrijven. Ook hier moet interessant materiaal nog in het archief rusten dat op verder onderzoek wacht. Het was in die tijd ook dat hij begon te schrijven aan zijn Bantu catechese. Het was de missionaris tempels duidelijk dat wanneer hij met de plaatselijke bevolking over het christelijk geloof moest spreken, dit ook op de wijze van de ontvanger moest gebeuren. Een ziekenhuisopname in Elisabethstad, volgens mij is dat Lubumbashi, zou hem echter op een heel ander spoor brengen. Hij ontmoette daar Emile Posseau, een magistraat van de rechtbank van eerste aanleg, met wie Tempels bevriend werd. Deze Posseau had enige bekendheid verworven omdat hij een uitvoerige studie had gepubliceerd over het gewoonterecht van de Mongo-volkeren in de regio van de Evenaarsprovincie. Uit dat onderzoek was gebleken dat het gewoonterecht een uitermate logische innerlijke structuur kende dat gebaseerd was op een zeer coherente levensfilosofie. En het was Posseau die Tempels ertoe aanzette om zijn werk aan de Bantu-catechese te onderbreken en studie te maken van de zijnsleer van de Bantu-volkeren. Iets waar hij in zijn eigen boek Éléments de droit coutumier nègre al gedeeltelijk op was ingegaan. Tussen 1943 en 1945 werkte Tempels aan dit boek, inderdaad een magnum opus, zoals Frans al zei, waarvan enkele hoofdstukken al vooraf gepubliceerd werden in verschillende tijdschriften. Het boek werd pas in het Nederlands gepubliceerd toen de Franse vertaling al klaar was en snel zou een Engelse vertaling volgen. Het werd een groot succes en de eerste druk was meteen uitverkocht. De pauselijke gezant voor Congo, Giovanni Delle Piani, was van mening dat Tempels met in zijn boek geschreven openheid voor het denken van de Congolese Bantu-bevolking het plaatselijke nationalisme in de kaart speelde en de samenleving dreigde te destabiliseren. In 1947 werd hij daarom terug naar België gezonden, waar hij in Hasselt verbleef tot op het moment dat Delle Piani zelf overgeplaatst werd naar Wenen. Overigens slaagde deze laatste er niet in om het boek door Rome veroordeeld te krijgen, met name Jozef Kardijn, de grote voorman van de katholieke arbeidersjeugd, die later zelf kardinaal zou worden, gebruikte al zijn relaties in Rome en kreeg zo de congregatie, die toen nog heette Propaganda Fide, later de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren, op zijn hand. Zo kwam het nooit tot een veroordeling, dus de wijsheid van de kerk, en Tempels kon weer terugkeren naar zijn geliefde Congo. Tijdens zijn verblijf in België had Tempels verder gewerkt aan zijn Bantu-catechese en dit werk zou ook zijn tweede Congolese periode bepalen. Meer nog dan met de zijnsleer van de Bantu wilde hij nu als Congolees met de Congolezen het geloof leven en erover in gesprek gaan. Hij probeerde naar de inhoud van het geloof te kijken met een Congolese bril en ontwikkelde een heel eigen persoonlijke vorm van geestelijke begeleiding. Hieruit ontstond de Jama-beweging, waar ik dadelijk nog iets over zal zeggen, die op grote navolging kon rekenen. Tempels publiceerde teksten over zijn ervaring met de geestelijke begeleiding van de plaatselijke bevolking, wat hem tot een populaire, charismatische geestelijke leider maakte. De Jama-beweging groeide en ontwikkelde zich zodanig dat ook nu weer de kerkelijke autoriteiten zich zorgen begonnen te maken of deze beweging misschien een soort eigen charismatische kerk binnen de kerk aan het worden was. En opnieuw was het Jozef Kardijn die zich voor de verdediging van Tempels inzette. Toch verliet Tempels Congo in 1962 definitief, om gezondheidsredenen, maar misschien toch ook omdat de turbulenties om zijn werk hem in moeilijk vaarwater brachten. Vanuit het klooster in Hasselt bleef hij evenwel in contact met de gelovigen in Katanga en bleef hij hen per brief geestelijk begeleiden. Op 9 oktober 1977 overleed Placide Tempels in Hasselt.
In de jaren na zijn dood was er in België nog slechts weinig aandacht voor zijn persoon en zijn werk. Hoewel zijn werk op dat moment wereldwijd intensief bediscussieerd werd, onderging Placide Tempels het lot van vele missionarissen die zich met hun hele persoon ingezet hadden voor het respect en de aandacht voor de Afrikaanse cultuur. Ze verdwenen in het kielzog van toenemende secularisering uit de aandacht. Ze werden beschouwd als een radertje van een koloniaal systeem waarmee men niets meer te maken wilde hebben. Ik hoop dat mijn korte biografische schets al duidelijk gemaakt mag hebben dat de zaken zo eenvoudig niet liggen. Zijn levensbeschrijving alleen al laat de motieven zien die Tempels hebben bewogen om zijn bantofilosofie te schrijven. Hij wil als missionaris de mensen die hem toevertrouwd zijn bereiken. Het is in dit opzicht juist wat Huntonji zegt, dat Tempels in de eerste plaats missionaris was en vanuit die hoedanigheid op zoek is gegaan naar de filosofie, de zijnsleer van de Bantu. In zijn geschrift uit 1962, Notre Rencontre, waarin hij zijn ervaringen als missionaris beschrijft, gaat hij nog een keer uitdrukkelijk in op zijn belangrijkste motieven voor het schrijven van zijn hoofdwerk, Bantu-filosofie. Dus. U ziet het citaat hier. Ik moet zeggen dat het mijn doel was in deze studie van de Bantu mezelf tenminste één keer Bantu te voelen. Ik wilde denken, voelen, leven zoals hij een Bantu-ziel hebben. Mijn houding werd wellicht gekenmerkt door een element van sympathie jegens dit levende individu en dat maakte in hem een reactie van vertrouwen naar mij toe los. Einde citaat. De beschrijving van de zijnsleer van de Bantu is voor Tempels dus geen beschrijving vanuit een objectief of neutraal standpunt van buitenaf. Het is geen projectie van de categorieën die Tempels in zijn seminariefilosofie, doordrenkt van neotomisme, geleerd heeft op de mensen die hij voor zich heeft. De beschrijving van de andere cultuur behelst volgens Tempels het vermogen om juist te participeren aan de cultuur van de ander mens die men ontmoet. Tegelijk is dit citaat doordrenkt van een melancholie die suggereert dat het verlangen naar deze inleving nooit vervuld zal worden. Deze melancholische inleving ligt een grondslag aan Bantu-filosofie, waar Tempels schrijft dat hij, en dit is weer een citaat, een lange, lange weg van tasten en zoeken heeft afgelegd om uiteindelijk dieper te kunnen doordringen in de relatie tussen de levenshouding van de Bantu en de diepere wijsheid waarvan deze een uitdrukking is. Hij schrijft hierover, begin van het citaat, voor zulke levenshoudingen, de christelijke zowel als de magische, die door gedurig veranderende en evoluerende levensomstandigheden heen eeuwenlang onveranderd stand hielden, vindt men maar de laatste menselijke uitleg van hun vastheid en onveranderlijkheid in de omstandigheid dat zij op een vast en logisch samenhangend geheel van verstandelijke begrippen en op verstandelijk gemotiveerde levenswijsheid steunen. Een levenshouding wordt niet algemeen menselijk en blijft geen eeuwen stand houden als hij niet geschraagd wordt door een complex van ideeën, door een logisch gebonden systeem, door een volle positieve filosofie over het heelal, de mensen, de wezens die hem omringen over het bestaan en ontstaan, het leven, de dood en het voortbestaan. Einde citaat. Tempels wil het geleefde denken, de verstandelijk gemotiveerde levenswijsheid, achter de uiterlijke handelingen van de concrete mensen die hij in Congo ontmoet, leren kennen. De intentie om dit zo systematisch te doen is daadwerkelijk innovatief. Tempels gaat ten aanzien van de Afrikaanse cultuur in tegenover ongeveer de hele Europese wijsgerige traditie. Zo tenminste Augustinus niet meetellen, bedenk ik dan. Maar die systematische rationaliteit en zelfbewustzijn aan de Afrikaanse culturen ontzegde. Zoals dit bijvoorbeeld in de universele filosofie van Hegel nog het geval was. Maar Tempels gaat duidelijk ook verder dan een
antropoloog als Lucien Lévi-Bruhl, die in zijn boek La mentalité primitive nog een onderscheid maakte tussen een primitieve, meer intuïtief georiënteerde relatie tot de werkelijkheid en het logisch denken van de beschaafde mens. Hij beschrijft in zijn werk de Bantu-mensen, de tempels dan, die een eigen logica volgen, die in principe ook toegankelijk is voor mensen die uit een andere culturele context komen, maar die toch anders en eigen is. Het is dit punt dat denkers als Huntongji, Matolino en vele anderen enigszins in de war brengen. Zij verwijten tempels immers een vorm van culturalisme, racialisme, omdat hij de verschillende Bantu-culturen en de verschillende individuen zou willen vastleggen op bepaalde rationele coderingen die door de Europese filosofie dan blootgelegd zouden kunnen worden. Huntongji voegt daar dan nog eens aan toe dat tempels voor zijn stellingen geen empirisch onderzoek gedaan zou hebben. Deze kritiek klopt feitelijk niet. Gezien de talloze aantekeningen die tempels heeft nagelaten van wijsheidsverhalen en spreuken die hij zelf tijdens zijn reizen door Katanga heeft opgetekend. Tempels zelf geeft in zijn tekst aan dat hij er de voorkeur aan geeft zijn beschrijving te beginnen bij de theorie die in de praktijk gewonnen is. De jarenlange ontmoetingen met mensen, het observeren van gebruiken en het luisteren naar verhalen. Zou hij beginnen met de beschrijving van de fenomenen, zou het gevaar op de loer liggen nooit voorbij de bijkomstigheden te komen, aldus tempels. Ik citeer opnieuw. Zouden we beginnen met het spreken, het handelen, de gebruiken en de instellingen der Bantu te ontleden, te vergelijken, er de hoofdgedachten uit te halen om pas daarna een systematisatie van het gedachtesysteem der Bantu te geven? Dit is feitelijk de weg die ik persoonlijk gevolgd heb. Maar het is een lange, lange weg van tasten en zoeken, van aanvaarden en weer verwerpen. Het is klaarheid die weer duisternis wordt, een historie zonder einde. Of die dan toch ten lange laatste haar slot vindt in enkele klare, vaste, welomlijnde begrippen verbonden tot een logisch geheel. Het schijnt me nutteloos een lezer ook die lange weg te willen opleiden. Daarbij ondervond ik reeds dat het tot remmende discussies leidt. Als men begint met naar bepaalde gebruiken, woorden of instellingen te verwijzen, men geraakt dan onmiddellijk aan het vitten over bijkomstigheden. De gebruiken hebben behalve hun algemene grondidee ook hun lokale kleur. Men komt er gemakkelijk toe te zeggen, oh, bij ons zijn die gebruiken zo niet, bij ons spreken de zwarten anders, enzovoorts. Ik vind het dan ook raadzamer eerst de volledige hypothese van de Bantu-filosofie te geven. Einde citaat. Het is een lange weg van tasten en zoeken, die tempels naar eigen zeggen gegaan is, waarin toch iets van de heldere contouren van een theorie in de praxis zichtbaar wordt. Het lijkt erop dat Huntongji vooral daar de bal mislaat waar het gaat om het standpunt dat tempels inneemt ten aanzien van de voor hem slechts gedeeltelijk toegankelijke cultuur en de betekenis die tempels aan het begrip filosofie geeft. Het is in de concrete ontmoeting zelf dat de redelijkheid zichtbaar wordt. De redelijkheid van de ander en de eigen redelijkheid, die door de redelijkheid van de ander in vraag gesteld wordt. Tempels claimt dus allerminst de neutrale, moderne positie nog van een Europese filosofie, nog die van de etnoloog. De ontmoeting zelf is het standpunt van waaruit tempels de redelijkheid van de Bantu wil ontplooien. En dit kan zelf weer niet anders zijn dan gebeuren dan in termen van Europese filosofie, waarvan de termen die van de Bantu niet helemaal dekken. Ik citeer opnieuw tempels. Daar het over filosofische gedachten gaat, moeten we ons noodzakelijk bedienen van filosofische termen die voor de Europeaan verstaanbaar zijn. Aangezien de Bantu er tegenwoordig een andere filosofie dan de onze op nahouden, laten we de hunne voorlopig magische filosofie noemen, voorlopig, zullen onze termen misschien niet altijd de begrippen der Bantu-filosofie dekken. Onze termen zullen soms de noties en principes die onze wijsbegeerte vreemd zijn, maar benaderen.
Moesten we letterlijk vertaalde Bantu-termen gebruiken, dan zouden we toch verplicht zijn ze door middel van onze termen te verklaren, daar de lezer de inhoud van de inlandse terminologie nog niet kent, van onze termen daarentegen wel. We zullen echter bij het gebruik van onze termen telkens aanduiden in welke zin zij moeten opgevat worden en zeggen wat er in onze termen te veel of te weinig steekt om volledig en juist de Bantu-gedachte uit te drukken. We zullen te kennen geven in welke bijzondere zin de gebruikte termen moeten verstaan worden, overeenkomstig het heel karakteristieke van de Bantu-filosofie. Mocht nochtans onze terminologie onjuist blijken, dat men dan een juistere voorstellen, zo geraken we door samenwerking tot een volmaakt en definitief resultaat. Het spijt me dat ik u zo met citaten overlaat, maar ik hoop dat u zelf ook zo geraakt wordt door de kracht die daaruit van uitgaat. Ntonji bekritiseert tempels omdat hij uiteindelijk als missionaris en als zodanig als onderdeel van het koloniaal systeem blijft spreken en zich eigenlijk alleen richt tot een Europees publiek. Inderdaad is het zo dat tempels zijn vragen formuleert van op het standpunt van de missionaris. Hij spreekt daarover naar de geest van de tijd als de beschaver. En het is goed voorstelbaar dat dit woord menig haar rechtop doet staan. Maar hij laat er geen twijfel over bestaan dat dit zijn standpunt is. Hij beschouwt de Bantu-logica niet als een neutraal waarnemer, maar als iemand die met een verlangen in de ontmoeting staat. Het is de Franse filosoof en psychoanalyticus, de al genoemde Michel de Certeau geweest, die in een uitdagend essay over Placide Tempels dit standpunt van de missionaris kentheoretisch ernstig neemt en verder doordenkt. De melancholie die al sprak uit tempels al geciteerde woorden, het was mijn doel in de studie van de Bantu, mezelf tenminste één keer Bantu te voelen. Ik wilde denken, voelen, leven zoals zij een Bantu-ziel hebben. Die melancholie moet Certeau, de denker van de melancholie, zeker aangesproken hebben. In dit essay, dat onder de titel Het gemeenschapsleven, La vie commune, gepubliceerd werd als hoofdstuk van zijn boek L'étranger, ou l'union dans la différence in 1969, gaat Certeau in op de kentheoretische betekenis van de missionaris, het eigen standpunt dat deze inneemt en de structuur van de melancholie waarmee deze zich beweegt tussen de eigen positie en die van de ander. Je ziet dat er ook een Nederlandse vertaling van dit prachtige boek bestaat. In deze briljante tekst beschrijft Certeau de missionaris gemodelleerd aan het leven en werk van Placide Tempels. Als het paradigma van de laatmoderne reiziger, de nomade die zijn eigen land verlaten heeft om de universele waarheid te verkondigen, waarvan hij niet meer precies weet welke deze is. Ik ben wat te vroeg. Ik zie een ander citaat van Certeau. Hij wil de universele waarheid doorgeven, maar dat zal alleen gaan via zijn persoonlijke ervaring daarmee. En die maakt in het land waar hij naartoe gaat een vreemdeling van hem. Certeau citeert tempels uit zijn boek Notre Rencontre, hoe tempels daar de wanhoop nabij was. Citaat van tempels bij Certeau. Ik voelde dat ik had gefaald en geen vaste grond onder de voeten had gekregen. Einde citaat. Dit is niets anders dan de klassieke woestijnervaring waarin, al dus Certeau, een bekering wordt geëist. Daarbij zijn het niet de Bantu die bekeerd moeten worden, het is de missionaris die uit zichzelf treedt, uit zijn vertrouwde setting. En ik citeer opnieuw Certeau. Zijn reis was alleen maar het symbool van een avontuur waarvan hij de ernst niet kon overzien. Als vreemde tussen de vreemdelingen begreep hij beter wat de aard van het werk was waaraan hij was begonnen. De ontmoeting met andere ongrijpbare broeders is voor hem het beleven van het mysterie. God toont zich nog groter. Einde citaat. Certeau beschrijft hoe de missionaris de verschillen op zich neemt. De gebruiken en ideeën van het land zal hij willen overnemen.
Opnieuw Certeau. Hij zal veranderen, dat wel, en hij zal beter begrepen worden. Maar ook als hij in zijn nieuwe vaderland geliefd en geëerd zou zijn, zou hij er nog steeds de man zijn uit een ander land. Zijn pogingen om op zijn toehoorders toegespitste apostolische technieken te ontwikkelen, zouden hem ertoe brengen om alleen te gebruiken, om alleen wat hij van hen weet. Hij zou voor hen in de weer zijn, maar minder belangstelling voor hen aan de dag leggen dan voor de taal waarin ze hem het materiaal aanreiken. Dat is nog geen ontmoeting. Certeau legt er in zijn essay de nadruk op dat het verlangen naar ontmoeting voor de missionaris altijd onvervuld zal blijven. De beschrijving van die ervaring ontleent hij aan Placide Tempels. Wellicht ziet Certeau in Tempels bij uitstek het levende paradigma van wat de missionaris in algemene zin betekent, als een gestalte van de moderne mens die leeft vanuit het verlangen. Dus die ingaat tegen het dominante technocratische denken, zal ik maar zeggen, en zich bewust is van de onvervulbaarheid van het verlangen. Opnieuw Certeau. In de grote verscheidenheid aan aspecten van een maatschappij waarvan de missionaris de onpeilbare samenhang heeft opgemerkt, weet hij dat God aanwezig is, maar ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij moet in hen, zijn nieuwe medebroeders, respecteren wat voor hen het allerheiligste is, hun religieuze gevoelens en de wet van hun geweten, want het verdiepen van hun eigen leven is voor hen de enige weg naar het geloof. Het is eerder het verlangen naar ontmoeting dat Tempels drijft om de waarheid die hem ertoe gedreven heeft zichzelf en zijn vertrouwde wereld achter zich te laten, te ontstijgen, om de ander die, wanneer die waarheid het inderdaad is die hem gedreven heeft, al een relatie met die waarheid moet hebben, als zodanig te gaan zien. Het lijkt er inderdaad op dat Tempels in zijn boek Bantofilosofie, dat door Certeau interessant genoeg het enige werk dat niet geciteerd wordt, geen gelegenheid voorbij laat gaan om die onmogelijkheid te beschrijven. Niet als absolute, principiële onmogelijkheid, maar als de ervaring dat telkens, wanneer hij het gemeenschappelijke beschrijft en ontdekt meent te hebben, hij toch weer begrijpt dat hij zijn eigen termen zal moeten gebruiken. Wat Tempels tot een missionaris par excellence maakt, is, zo zou men in de lijn van Certeau kunnen zeggen, dat hij dit onmogelijke verlangen niet opgeeft, hoewel hij van de onmogelijkheid ervan weet heeft. Wanneer Tempels onder impuls van zijn vriend Poisson zich tot de filosofie, de rationele zijnsleer, wendt, dan lijkt het er verdacht veel op dat hij, gedreven door de melancholie van het onmogelijke verlangen, een nieuwe poging onderneemt om het onoplosbare probleem toch leefbaar te maken. Men zou de sensibiliteit van Tempels onderschatten, en dat is iets wat Huntongji en zijn volgelingen al te gemakkelijk doen, wanneer men zou zeggen dat hij het probleem wil oplossen. Het is en blijft, zoals hij zelf zegt, een zoeken en tasten, zoals het in de Bantofilosofie zelf nog aangeeft. Filosofie is niet de algemene dragende structuur waarin beide, de blanke missionaris en, vergeef me het politiek incorrecte citaat, de zwarte Congolees, transparant worden voor elkaar. Ze hebben immers elk een eigen filosofie. De basis van hun ontmoeting is meteen ook de grond van het verschil, van hun verschil. En het kan, zoals Tempels duidelijk aangeeft, niet de bedoeling zijn hen, de Bantu, van hun filosofie af te brengen. Wel, integendeel. Interessant is dat er dus een zekere dubbelzinnigheid lijkt te schuilen in het gebruik van het woord filosofie. Enerzijds is de these van het boek juist dat het feit dat de Bantu hun eigen filosofie hebben. Anderzijds geeft Tempels zelf toe dat het nu ook eenmaal de beperking van de Europeaan is dat hij dit filosofie noemt. Niemand kan zijn eigen traditie zomaar afleggen. Hij kan er zich wel bewust van worden in de ontmoeting, die, zoals Certeau had aangegeven, nooit een echte ontmoeting kan zijn en het daardoor juist wel weer is. Het verlangen naar de ontmoeting is in zekere zin al de ontmoeting zelf, zij het doordrenkt van de melancholie die de teksten van Tempels zo kenmerkt. De melancholicus Certeau heeft genoeg sensibiliteit voor de ambiguïteit van het verlangen
om te doorzien dat het filosofische gesprek dat tempels in bantofilosofie probeert te voeren, gezien moet worden in het kader van het verlangen naar de ontmoeting die volgens hem de missionaris eigen is. Men kan erover discussiëren of die kentheoretische analyse van het missionaire standpunt, zoals Certeau die doorvoert, overeenkomt met de hele historische werkelijkheid, altijd en overal op iedere missionaris toepasbaar is. Maar dat is niet waar het hier om gaat. Hier komt het erop aan te begrijpen wat Tempels met zijn bantofilosofie voor ogen staat. Certeau's beschrijving staat onder de titel La vie commune, een titel die bijna herinnert aan de broeders van het gemene leven, een bijna onmogelijk ideaal en nooit van buitenaf te beschrijven, omdat men er altijd zelf in betrokken is. Dit is hoe dan ook de ervaring die Tempels zelf beschrijft in zijn bantofilosofie. In het gesprek dat hij alleen vanuit zijn eigen Europees en dus filosofisch standpunt kan voeren, is er niet echt een derde, een maatstaf, die objectief de voorwaarden voor het gesprek kan vastleggen. Het standpunt van de missionaris is noodzakelijk een beschrijving van binnenuit. Dat wil zeggen, binnen de ontmoeting, maar tegelijk, omdat het een ontmoeting is, van buitenaf. Omdat de gebruiken en gezegden van de bantu voor hem vreemd blijven. Anders dan Huntongji beweert, projecteert Tempels dus geenszins zijn Europese categorieën op het leven van de bantu. Hij spreekt de categorieën uit die hij geleerd heeft en waarmee hij heeft leren leven, om ze te confronteren en te slijpen aan de andersheid van de mensen die hij ontmoet, met wie hij probeert te leven, een vie commune probeert te realiseren. De blik van de ander op de eigen categorieën wordt uitdrukkelijk door Tempels gethematiseerd en als een beslissend moment beschreven. Tegelijk blijft de ander ook de ander, altijd onbegrijpelijk. Het is een gissen, een vermoeden, een conjecturele onderneming, om een woord van de 15e-eeuwse filosoof Nicolaus Cusanus te gebruiken. Een zoeken en tasten, zoals Tempels het zelf zegt. Ook het beschrijven van de blik van de ander gebeurt immers in termen van het zelf. Maar dit is melancholisch. En dit wil zeggen, melancholisch wil zeggen, niet geheel vergeefs. Dit is zo omdat deze onmogelijkheid juist binnen de ontmoeting plaatsvindt die hem ertoe drijft door te gaan met zoeken en tasten. Heel duidelijk wordt dit in Tempels beschrijving van wat in zijn ogen, we hebben eigenlijk alles al gehoord, het kernbegrip van de metafysica van de bantu is, de muntu of de levenskracht. Interessant is de observatie dat Tempels aangeeft dat hij pas in deze ervaring van andersheid begrijpt wat zoiets als metafysica eigenlijk is. Het is de zoektocht naar de sluitsteen van de logica van een bepaalde geestelijke culturele ruimte, van waaruit men de samenhang van de delen in contouren begint te begrijpen. Een soort discoursanalyse zouden we vandaag misschien wel zeggen. Dit wordt voor Tempels duidelijk in het contrast. Het contrast namelijk tussen het statische Europese denken dat in het teken staat van substantie en accident, en anderzijds het denken in het teken van de kracht, levenskracht. Voor de bantu wordt alles wat bestaat en denkbaar is afgemeten aan de maatstaf van toenemende of afnemende kracht. Ik citeer uit bantofilosofie. Het wezen is kracht, kracht is wezen. Ons wezensbegrip wordt gedacht als iets dat is, het hunne als kracht die is of bestaat. Daar waar wij bepaalde concrete wezens zien als dingen die bestaan, daar zien de primitieven de concrete wezens als concrete krachten die bestaan. Wij zeggen dat de wezens volgens aard en natuur verscheiden zijn. De bantu zien krachten die volgens aard en natuur verschillen. Volgens hen bestaan individueel onderscheiden eerst de goddelijke kracht, dan de menselijke, dierlijke, plantaardige en puur stoffelijke of minerale krachten. Elk wezen, kracht zijnde en maar wezen zijnde, in zover het kracht is, is de notie toepasselijk
op alle bestaande wezens, op God, op de mensen, de afgestorven en de levende, op de dieren, planten en mineralen. Het wezen is kracht. Al die individuele wezens stellen zich de band toe als individuele krachten voor. De algemene term kracht wordt door de Bantu wel niet gebruikt. Daar hebben we onze zoekende en tastende Placide weer. De algemene term kracht wordt door de Bantu wel niet gebruikt. Zij denken weliswaar filosofisch, doch spreken concreet. Zij noemen elk wezen bij zijn naam. Maar de innerlijke aard van die wezens staat hun voor de geest als deze of gene gespecifieerde kracht niet als iets statisch. Het filosofisch spreken, zoals wij dit kennen, heeft al dus tempels alleen maar gestalte gekregen binnen een universum of een discours dat door statische en hiërarchische tegenstellingen is bepaald. Daarom moet men ook voorzichtig zijn met het toepassen van dit kernbegrip levenskracht. Men mag dit juist niet op de Europese wijze doen, al weet tempels dat we het ook niet anders kunnen. Dit wordt duidelijk wanneer hij duidelijk afstand neemt van in zijn dagen veel voorkomende antropologische en etnologische beschrijvingen van de primitieve cultuur. Zo moet het, ja. Hieruit mag men niet besluiten dat de Bantu dynamisten of energetisten zouden zijn, dat zij in het heelal een algemene, allesdoordringende kracht zouden herkennen, een soort wereldomvattende kracht, gelijk het door sommige auteurs wordt voorgesteld, waar ze van Mana, Bwanga of Kanga spreken. Dit is een westerse voorstelling van verkeerd begrepen primitieve filosofie. Dat zij dynamisch en relationeel denken, betekent niet dat ze niet het onderscheid kennen tussen wat wezenlijk en bijkomstig is. Ze weten heel goed, zegt Tempels, dat er in ieder zichtbaar wezen nog een niet meteen zichtbare kern zit, waar wanneer we een mens zien, gaan ze ervan uit, zo zegt hij, dat er nog een kleine mens in de mens zit. Zo drukt hij het uit. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn. Maar het is niet vast te leggen in identiteiten, zoals de Europeanen dit zo graag willen. De werkelijkheid is altijd in beweging, steeds afhankelijk van het perspectief dat men inneemt, een krachtenspel van relaties. Tempels laat ook duidelijk blijken dat zijn vertalingen in Europese, Griekse of scholastieke termen echt als pogingen gezien moeten worden. Interessant is de passage waarin hij zijn eigen sleutelbegrip kracht in vraag stelt, naar aanleiding van een gesprek met monseigneur Claire, apostolisch vicaris van Kivu, die voorstelt om Muntu eerder te vertalen met activiteit. Een voorstel dat Tempels niet van de hand wijst. Maar hij voegt eraan toe, maar dan had dit boek er ook weer heel anders uit moeten zien. Maar dat was een mogelijk spoor geweest. Na de constructie van de geestelijke, logisch coherente ruimte waarvan de levenskracht de sluitsteen is, komt Tempels in het slothoofdstuk van zijn Bantu-filosofie tot opmerkelijke conclusies, die het punt van Ntondji op het eerste gezicht paradoxaal lijken te bevestigen. Het punt namelijk dat Tempels zijn boek schrijft voor een Europees of een modern westers publiek. Wat Ntondji echter mist, is het feit dat Tempels denkt vanuit de missionaire wederkerigheid. Het aanbieden in het verlangen naar ontmoeting van een inzicht. In dit slothoofdstuk spreekt Tempels uitdrukkelijk over het begrip beschaven. Ik zei het al, die term roept voor hedendaagse lezers uiteraard grote weerstand op. Maar Tempels beschrijft uitdrukkelijk de verwarring die opkomt bij ieder die met goede moed aan zijn opvoedende taak in Congo begonnen was. Het is precies de verwarring die Certeau in zijn essay naar voren heeft gebracht. De verwarring bestaat er volgens Tempels in dat de beschaver, althans degene die goed kijkt, zegt hij, wel tot de conclusie moet komen dat hij niet zoveel te beschaven heeft. In het beste geval een beetje werkzaam en discipline, zo wil hij wel met een milde, misschien melancholische glimlach toegeven. Maar eigenlijk is alles al aanwezig, wat ook bij de opvoeder aanwezig is. Ook de opvoeder die van buiten komt, moet in dit universum treden en met zijn standpunt van buitenaf de mensen voor wie hij verantwoordelijkheid heeft gekregen, bevestigen
en boven zichzelf uit laten groeien. Beschaving brengen kan niet betekenen de wereld van de industrialisering brengen. De pogingen die het Belgische koloniale systeem daartoe doet en de gevolgen die het heeft voor de plaatselijke bevolking werpen een onverwacht licht op het eigen standpunt dat de Europese missionaris of opvoeder meebrengt. Ik citeer Tempels. Doch industrialisatie, het invoeren van de Europese economie, het steeds omhoog voeren van de opbrengst, dit alles verhoogt niet noodzakelijkerwijze de beschaving, kan ze integendeel ten gronde richten als ze met de mens geen rekening houdt. De beschaving zit in de mens, niet in alles wat rondom en buiten hem bestaat. Is beschaving eerst en vooral niet ertoe bekwaam zijn zich een eigen verstandelijke en samenhangende opvatting te vormen van de wereld en het leven en zich door zijn overtuiging zo te laten bezielen dat men bereid is er offers voor te brengen en ervoor te lijden. Wat is dat voor een beschaving waarachter en waarin geen levenswijsheid, geen levensbeschouwing en geen levensgeestdrift steekt? Hoe kan men zich een beschaving indenken zonder filosofie, zonder ideaal, zonder hogere bezieling? Maar of dit nu eigenlijk beschaving is, in de beschaving moet vooral de mens vooruit geholpen worden. Het lijkt erop dat de mensen die Placide Tempels heeft leren kennen, die hij verlangde te ontmoeten, voor wie hij zich verantwoordelijk voelde, hem anders over zijn eigen perspectief hebben laten nadenken, hebben laten kijken. Hij ziet de vervreemding in zijn eigen beschaving, de logica van de industrialisering, de statische logica van de controlezucht. De blik van de ander maakt hem tot een vreemde in zijn eigen wereld. Hierbij moet echter nog een belangrijk aspect vermeld worden dat in het essay van Certeau minder of misschien helemaal niet aan bod komt en dat ook in de kritiek op Tempels geheel uit het oog verloren wordt. In de kritiek van de algenoemde Afrikaanse auteurs meandert tussen de regels een zweem van het idee van de edele wilde, alsof Placide Tempels zo zou spreken alsof hij als gemoderniseerde Europeaan zich laat aanspreken door mensen die nog in een mythische heelheid zouden leven. Dit beeld gaat voorbij aan de wijze waarop Tempels aan de band toe juist de filosofie toekent. Een daadwerkelijk doordacht systeem met voor- en nadelen. Nog belangrijker is echter de schok die Tempels moet hebben ondergaan door de observatie dat de mensen die voor de Union Minière werken zelf ontwortelde mensen zijn. Alles behalve edele wilden dus. Het ging om gemeenschappen die ontstonden rondom de kopermijnen van de Union Minière, de Belgische koloniale multinational, die de bodemrijkdommen van Congo beheerden. Het waren al vertegenwoordigers van de Union Minière zelf die zich bewust waren van het ontwortelingsprobleem van de arbeiders die vanuit verschillende delen van Congo naar Katanga kwamen om daar voor het bedrijf te komen werken. Wanneer we de Duitse antropoloog Fabian mogen geloven, zag Tempels het als zijn opgave juist die Congolese arbeiders die uit hun oorspronkelijke familiale stamverbanden gerukt waren, op te vangen en een nieuwe perspectieven te bieden, hen te bevrijden uit hun gevangenis van de ziel, zo schrijft Fabian over Tempels. Het is in feite de moderne vervreemding en vereenzaamheid van de mens uit zijn culturele inbedding die ook westerse mens kenmerkt die de achtergrond vormt van de Bantu-filosofie. Tempels toonde zich uitermate creatief, dat kunnen we ook heel mooi lezen bij Fabian, creatief in het bij elkaar brengen van de bekommernis van de Union Minière zelf voor haar werknemers, die uit verschillende delen van Congo hier hun materiële geluk kwamen zoeken enerzijds en zijn eigen missionaire opdracht anderzijds. Net zoals het bij vele andere missionarissen het geval was, zagen de Europese managers van de Union Minière Tempels als een bondgenoot die ervoor moest zorgen om de arbeiders moreel en psychologisch in het gareel te houden en vertrouwden ze hem ook educatieve taken toe. Talloze documenten geven, zoals Fabian laat zien,
getuigenis van dat deze opdracht zeker in lijn was met de bedrijfspolitiek van de Union Minière. Waar deze politiek er echter primair op gericht was om de arbeiders een enigszins stabiele context te geven met oog op hun functioneren, daar werd al spoedig duidelijk dat Tempels zijn werk in een heel ander perspectief begreep. Dat duidelijk verder ging dan de functioneel-morele bekommernis van de bedrijfspolitiek van de Union Minière. Het is niets minder dan de ervaring van de ontmoeting zelf die voor Tempels steeds meer centraal kwam te staan. Een ervaring die de ontwortelde arbeiders moesten ontberen. Gaandeweg ontwikkelt Tempels engagement zich verder weg van de belangen van de kolonisatoren. Het is de menselijke kracht die in zijn eigen ontmoeting met de Congolese arbeiders op de voorgrond treedt en die de centrale focus van zijn werkzaamheden wordt. Binnen de constellatie van de Belgische multinational kerkelijke overheid en van hun familiale context vervreemde arbeiders ziet Tempels het steeds meer als een opdracht zijn handelen te richten op deze oorspronkelijke menselijke kracht, de Muntu, die in iedere ontmoeting naar voren treedt. Van missionaris die de ongeletterde bevolking van Katanga de waarheid van het geloof, de waarheden van het geloof bijbrengt, wordt hij steeds meer een charismatische leider die de ontmoeting tussen mensen cultiveert en die de mensen die hem in zijn gemeenschap toevertrouwd zijn de oorspronkelijke kracht van de ontmoeting leert zien en bewust worden. Hierin ontdekt Tempels een gedeelde verbondenheid die voorbijgaat aan de melancholie van de onmogelijke ontmoeting die zo meeslepend door Certeau werd beschreven. Al heeft Certeau zeker oog voor de samenhang van spirituele melancholie en kritisch maatschappelijk verzet. Op het einde van het boek over de Bantu-filosofie wordt steeds duidelijker dat Tempels filosofie ook in een pedagogische zin begrijpt. Beide partners in het gesprek, wij en zij, leren van elkaar een bewustwordingsproces door te maken, waar men staat, waar de vervreemding ontstaat en waar de maatstaf gesitueerd is die de vervreemde, ontwortelde toestand openbaart. Het verzet dat Tempels voert is geen politiek of sociaal verzet. De crisis waarin de plaatselijke bevolking zich bevindt en waarin Tempels zich vanop zijn positie in bevindt, is een spirituele crisis. Muntu, levenskracht en God voor Tempels, in de afwezigheid ervan bestaat de crisis. Het doorleven en doordenken van de crisis, van de afwezigheid, dat is de gemeenschappelijke ruimte van de ontmoeting. Niet minder melancholisch, maar minder door de onmogelijkheid van de ontmoeting getekend. Placide Tempels ervaart zich als ontwortelde onder de ontwortelden. Deze concrete inbedding van de filosofie in de missionaire ruimte van de ontmoeting wordt nog duidelijker wanneer men zich rekenschap van geeft dat Tempels veel geciteerde boek niets meer of minder is dan een belangrijke stap in een veel omvattender proces waarin hij met de jaren meer betrokken geraakt. Het ontstaan van de zogenaamde Jamaa-beweging, waar Fabian zo'n mooi boek over geschreven heeft. Het succes van deze beweging tot diep in de 70er jaren van de vorige eeuw bracht Placide Tempels ook behoorlijk in de problemen en zou uiteindelijk aanleiding zijn, vermoedelijk, die intellectuele biografie moet er komen, voor zijn terugkeer naar Vlaanderen. Jamaa is een woord uit het Swahili, je betekent familie. Hier wordt al het sociale aspect van Tempels, spirituele filosofie, zichtbaar. In het boek Bantu-filosofie worden in feite de grondinzichten uiteengezet van deze beweging. Maar het is niet zonder meer een abstracte doctrine die wordt opgeschreven en vervolgens in de praktijk omgezet. Het boek is in zekere zin een eerste formele uitdrukking van de ervaringen die Tempels zelf heeft opgedaan en die ertoe brengen om zich nog meer in zijn gesprekspartners te verdiepen. De Jamaa-beweging kent een grote toeloop en zal zich snel verspreiden, ook in andere gemeenschappen waar Tempels aanvankelijk missionaris was. Voor de economische, politieke en kerkelijke overheden was die beweging moeilijk te plaatsen. Tempels en zijn volgelingen
zagen zichzelf niet buiten de grenzen van de katholieke kerk. Maar het is duidelijk dat het charisma van tempels zich onttrok aan conventionele structuren. In zijn catechese Bantu verschenen 2 jaar na zijn eerste hoofdwerk, maakt tempels duidelijk dat het hem uiteindelijk te doen is om een praxis in het teken van Muntu, de menselijke levenskracht, die bedolven is onder de structuren van de vervreemding. Niet alleen de filosofie, maar ook de theologie en de verhalen uit de schrift moeten herlezen worden vanuit het levende concept van de Muntu. Daarbij gaat het er niet zozeer om dat een nieuw theoretisch concept gevonden moet worden. Theorievorming heeft slechts zin voor zover zij de gespreksvoering ondersteunt en begeleidt. Het belang van de gespreksvoering komt tot uiting in een tweede centrale begrip van de zich ontwikkelende Jamaa-beweging, Mafundisho, Swahili voor gesprek. Aan het begin staat de ontmoeting. Aanvankelijk vooral met de zich steeds meer op zijn charisma beroepende Placide Tempels, later ook met andere voormannen van de Jamaa-beweging, vaak Belgische missionarissen, zoals Tempels ordegenoot Theus, die later ook een belangrijke bron voor het onderzoek naar de Jamaa-beweging zou worden. Jamaa betekent letterlijk familie en uiteindelijk ging het er ook om juist een levende band van ontmoetingen tot stand te brengen tussen mensen die van hun natuurlijke en sociale omgeving vervreemd waren. De Jamaa-beweging bestond al snel uit verschillende basisgemeenschappen waarin door middel van het gesprek de ideale samenleving werd gezocht en gecultiveerd. De bron voor dit samenleven is een spirituele, de ontmoeting tussen Christus en Maria. Een ontmoeting die de ontmoeting tussen mensen uitbeeldt en gestalte geeft. Fabian wijst erop dat de doctrine van de Jamaa zich ontwikkelt als een taal met een eigen dynamiek, waarin de ontmoeting tussen de traditionele christelijke ideeën en de oorspronkelijke orale wijsheid elkaar versterken en beïnvloeden. De Jamaa-beweging ontwikkelde zich, om een beetje modieuze term van Homi Baba te gebruiken, als een hybride vorm van culturele tussenruimte. Een concrete ontmoeting en een concrete wijze van spreken die echt menselijke ontmoeting mogelijk moet maken. Ik kom eindelijk tot een conclusie. Leven en werk van Placide Tempels blijven tot vandaag de dag voorwerp van controversen. Veel van de abstracte, wijsgerige argumenten die ingebracht worden tegen de opvattingen die hij in zijn Bantu-filosofie heeft neergeschreven, mogen plausibel zijn, interessant om over te discussiëren. Ze worden futiel wanneer men ze tegen de achtergrond ziet van de enigszins tragische levensweg die Placide Tempels gegaan is. Ik hoop te hebben kunnen laten zien dat zijn filosofie afgemeten moet worden aan het nooit vervulbare verlangen naar ontmoeting met de ander en alleen binnen die ervaring betekenis heeft. Wanneer toch de vraag naar de mogelijkheid van een universele rationaliteit op spel staat, dan als universaliteit die alleen in concrete levensvormen en ontmoetingen gerealiseerd en geïncarneerd wordt, niet als abstracte oppositie. Door voorwerp te zijn van kritiek in de verschillende debatten over interculturaliteit in het algemeen en Afrikaanse filosofie in het bijzonder, heeft Tempels zeker een belangrijke bijdrage aan het debat geleverd en doet het nog steeds. Er lijkt ook in de kritiek vanuit de hoek van de Afrikaanse filosofie een zekere kentering te zijn opgetreden. Meer oog voor de concrete verworteling van dit ontwortelde denken. Een geworteld zijn in het verlangen naar de ontmoeting met de ander. Dit is wat alle mensen delen. Daar ligt het fundament van la vie commune, of nog Jamaa. Daar ligt ook de eigenlijke angel van de crisis, van de vervreemding, de ontworteling. Die van de arbeiders van de Union Minière en die van de missionaris. En tot slot citeer ik nog een van de laatste zinnen uit Bantu-filosofie. De Baluba zeggen het klaar. Je kunt rijkdom, voorspoed en talrijk nageslacht hebben en toch pakt u op zekere dag dat heimwee, Kulanga,
En je zit daar, Kuboko Palubanga, het hoofd op uw hand geleund en je weet niet waarom. Het mensenhart is nooit uitverlangd.